Hi, welkom bij Leonie Linked. Ik ben Leonie en ik laat jou zien hoe leuk Alphen is. En vandaag maken we een uitstapje. We gaan namelijk naar de buren. Ga je mee naar Nieuwkoop? Normaal gesproken laat ik je zien wat je allemaal in Alphen kunt doen. Maar omdat Nieuwkoop echt op steenworp afstand van Alphen aan de Rijn ligt en ontzettend veel mooie natuur heeft, maar ook heel veel leuke dingen om te doen, neem ik je vandaag mee naar Nieuwkoop. We beginnen vandaag bij Nikano. En hier kan je subs, kano's, maar ook e-choppers huren. Nou, nu dat onderweg naar het strandzomer, dat wordt de eerste stop van de Nieuwkoop. En dit is eigenlijk wel een beetje het Nieuwkoopse strand. Hier kan je lekker relaxen. Het is nu nog vroeg, dus het ziet er nog heel rustig uit. Maar als je hier vanmiddag komt, dan is het helemaal vol. We gaan gelijk even een drankje doen bij Strandzomer. Een leuk tentje. We zijn nu weer helemaal opgeladen om door te gaan met onze e-choppers. We rijden langs het Meijenpad richting de Meijen. En we komen straks Pietje Potlood tegen. Die ken je misschien wel. Dit is wel echt cool. We parkeren onze e-choppers bij de Blauwe Meijen voor een stukje verse appeltaart. De appeltaart was helaas op en er ging direct een nieuwe in de oven. Maar wij gingen uiteindelijk voor de verse kwarktaart. Ook genieten. En wat een mooi plekje, hè, buiten plaats de Blauwe Meijen. Doei, Rebecca! Doeg! Wij gaan weer door langs de Meijen richting Nieuwkoop. Nog even over de e-choppers. Dit zijn een soort elektrische scooters, maar dan met brede banden. Ze zien er niet alleen superstoer uit, maar ze zitten ook nog eens comfortabel. En je gaat bijna geruisloos ermee over de weg. Ze gaan niet harder dan 30 km per uur en zijn super simpel om te rijden. We zijn heel even afgeslagen richting het VVV van Nieuwkoop. Want hier achter mij op de muur vind je een heel klein stukje Alphen. Herken je de stijl van deze muurschildering? Het is door een Alphense kunstenaar gemaakt. Door de Meijen zijn verschillende routes om weer terug in Nieuwkoop te komen. En op dit moment zijn wij al terug in Nieuwkoop en we hebben honger, want het is lunchtijd. En we hebben gehoord dat we hier bij lekker eten en drinken ook echt lekker kunnen eten en drinken. Ik ben benieuwd. Het is vandaag super warm weer, dus we hebben een beetje zomerse gerichtheid gekozen. Ik had net al een hele lekkere smoothie en nu heb ik een salade met zalm. Hoehoe. Bij lekker kan je dus echt lekker eten. En we zijn ondertussen net het Nieuwkoopse centrum uit. En hier ligt het subbord waar ik zo meteen op de Nieuwkoopse plassen op ga. Als je in Nieuwkoop bent, dan is het natuurlijk zonde om de Nieuwkoopse plassen over te slaan. Ga je mee? Op de uitgestrekte Nieuwkoopse plassen kun je lekker varen met bootjes van alle soorten en maten. Maar er wordt ook gesubt, gezwommen en relaxed natuurlijk. Dit was weer een Leonie Linked. Deze keer vanuit buurtgemeente Nieuwkoop. Net geen Alphen aan de Rijn, maar toch om de hoek. Dus ben je op zoek naar een leuk uitje, een beetje in de buurt, ga dan eens naar Nieuwkoop. Wil je weten wat je nog meer kunt doen in Alphen? Check dan www.alphenlinked.nl. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!